Zo, wat hebben we al hard gewerkt. Ja, we zijn een beetje apart bezig, want de rest van de tuin zou je eerst gaan slopen. En dan begin je pas te bouwen, maar we moeten snel die vloer erin leggen. Het wordt namelijk een keramische vloer. En die moet even uit kunnen harden. Dus bij een keramische vloer heel belangrijk dat die goed kan ontwateren. Vandaar dat we eerst een laag grond hebben weggehaald. Dus een puinlaag van deze dikte ingekomen. Als er dan water aankomt door de regen, zakt het zo weg. En dat is belangrijk om te zorgen dat die keramische vloer aan de onderkant droog blijft. Ze zetten uit en ze krimpen onder invloed van de temperatuur. En daar moet het droog zijn. Als het nat is, kan het zo bevriezen. Ja, we gaan het gestabiliseerd leggen. Wat houdt het in? Er komt hier een zandbed te leggen en in het zandbed zit cement. Dat zijn wat mengen in de molen. Dat zijn 5 scheppen zand en 1 schep trascement. Nou, dat wordt goed gemengd, gewoon droog. Dan wordt het hier neergelegd, gaan we het helemaal uitvlakken en dan gaan we de tegels erin tikken. Dit zijn keramische tegels. Nou, die zijn keihard. En die zijn we dus gestabiliseerd aan het leggen. Maar wat ik wel doe, dat noemen ze voorbranden. Dit is eigenlijk een papje van pure cement. Maak ik een papje van. Kijk, en dat smeer ik er zo over uit. En als je ze dan vaststikt aan die onderlaag, dan hecht het heel goed, want het is de bedoeling dat het wel vast gaat zitten. Kijk, het afschot van je terras is natuurlijk ook belangrijk, want hij moet droog blijven, ook aan de bovenkant. Dat is ongeveer 1 cm per meter. Kijk, dan kun je zo meten als ik een waterpas zet. En dan zie je dat hij op afschot ligt. Dat betekent dat het water loopt allemaal daar naartoe. En dan blijft je vloer ook aan de bovenkant droog. Van tevoren kun je natuurlijk bepalen hoe je je vloer gaat leggen. In welk verband. En dat is belangrijk, want het heeft een bepaalde zichtlijn. Kijk, dit noemen we een halfsteensverband. Dan ligt dus eigenlijk die tegel zo. En dan komt er hier een tegel tussen te liggen en de volgende daar. Dan ligt er echt een verband in. Maar ik heb eigenlijk hier een dunne verband neergelegd. Wat houdt dat in? Kijk, die liggen recht tegenover elkaar. Die liggen gewoon zo, 2 en 2. Dat loopt zo door. Dat is veel rustiger bij zo'n terras met zo'n mooie tegel. Kijk, we hebben er nu een gedeelte in. Als dat er nou in ligt en je wil gaan stoppen, dan moet je het wel even goed schoonmaken. Dan zijn we het aan het nat maken en gelijk dat water een beetje tussen die voegen aan het vegen. Dan gaat hij lekker stevig vastzitten. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Maar schoonmaken om te zorgen dat er geen cementresten op zitten is heel erg belangrijk.